Het boek gaat, denk ik, over een vrouw die probeert haar man te leren kennen. Haar dode man, die zich pas na 1,5 jaar huwelijk van het leven heeft beroofd. En het huwelijk was gelukkig. Het verhaal speelt zich af in 1 nacht. Wanneer zij niet kan slapen, gaat ze naar beneden, naar de keuken. En dat is gewend en dan gaat ze taarten bakken. Normaal doet ze dat nooit, maar dan wel. Deze keer is haar bed niet verlaten. Er ligt een man te slapen. Een man die ze vandaag voor het eerst heeft ontmoet via een contactadvertentie. Dat is het systeem dat ze heeft gevonden om seksueel niet verlaten te zijn. En als bijkomstigheid is gebleken dat ze dan ook met zo'n wildvreemde heel gemakkelijk haar verhaal, de pure feiten vertelt van dat samen zijn van haar en haar man. Waardoor ze ook hoopt een en ander weer boven water te krijgen. Zij gaat even naar boven om de wodka te pakken, want die heeft ze nodig voor de Russische tulband. Bottle in hand, I pause a moment by the bed. In his sleep, he has pulled the covers half over his head. The light from the reading lamp shines sidelong on the rumpled sheet. Looking more closely, I see the folds gently rise and fall. Rising and falling to the rhythm of audible breathing, the unmistakable slumber of a man after a hard day's work. I know the feeling. I'm usually worn out myself. It is almost impossible to put into words how tiring it is to spend a day with someone you don't know. Many's the time I could barely keep my eyes open until that steady rhythm kicked in. The sound that all was well and I too could roll over. Waarom je zo'n boek schrijft, ik denk dat een schrijver daar helemaal geen antwoord op kan geven, geen zinnig antwoord. Ik had er gewoon zin in. En ik had de situatie voor me en de personages en dan ben ik gewoon begonnen te schrijven. Enfin, dat boek is verschenen en vervolgens, en dat heb ik met alles wat ik schrijf, is het niet meer van mij. Ik heb heel vaak zo dat als er een lezing is en zo, dat ik niet eens de namen van mijn personages nog goed weet. Ik vind boek, schrijver, lezer, dat is een driehoeksverhouding. En iedereen weet dat in een driehoeksverhouding 2 van de 3 personages elkaar beter niet kunnen ontmoeten. En dat vind ik ook met boek, lezer, schrijver. Als het boek klaar is, vind ik het absoluut het eigendom van de lezer. En die mag er ook mee doen wat hij wil. Zelf heb ik dat als lezer, al als kind ook vaak gedaan. Situaties veranderd, hoofdstukken geschrapt, et cetera. Dus ik sta heel erg mild tegenover de lezer. Hoe hij dat boek wil opvatten is zijn of haar zaak.